De heer Baudet. En een ander feit is dat er in het regeerakkoord staat... de wet raadgevend referendum wordt ingetrokken. Wat is er gebeurd dat u uw handtekening daaronder heeft gezet? Ja, de vorige keer vroeg u waar was ik. Dat heb ik toen al aangegeven. En wat is er gebeurd? Dat ook D66 hiermee akkoord is gegaan. Het raadgevend referendum was een opmaat naar het correctief referendum. Het correctief referendum, daar heb ik van moeten vaststellen dat vele van de initiatiefnemers er onlangs van hebben gezegd, dat gaan we zo niet doen. Aan dat dode paard gaan we niet trekken. Het raadgevend referendum als opstapje daarnaar, daar hebben we nu twee keer uitgebreid mee geëxperimenteerd en binnenkort een derde keer. Maar de ervaringen tussentijds leren mij, er komt ook nog een evaluatie, dat zoals het nu werd gepresenteerd, door mensen als een teleurstelling werd opgevat op het moment dat ze erachter kwamen dat het ook echt raadgevend is en dat wij als parlement onze eigen verantwoordelijkheid daarin houden. De heer Baudet. Maar er staat toch niets aan in de weg om de mening van de bevolking zoals tot stand gekomen, zoals tot uitdrukking gekomen in dat referendum gewoon te volgen. D66 had toch ook gewoon dat associatieverdrag met Oekraïne niet meer kunnen ratificeren nadat de bevolking overtuigend nee zegt daartegen. Er staat toch niets aan in de weg. U verschuilt zich toch achter het feit dat het niet strikt genomen niet bindend is? Nee. Wat stond eraan in de weg om niet gewoon de wens van de bevolking na het referendum van 6 april te volgen? Omdat we het er niet mee eens waren. Omdat de premier, eerst zei hij nog een beetje dus een verdragje. Daarna zag hij de geopolitieke consequenties ook. Die zag hij wat meer in zijn visie, zoals ik dat dan maar omschrijf. En daarmee overtuigde hij niet alleen de rest van Europa dat een aantal aanpassingen nodig waren. Ook de Oekraïne stemde daar uiteindelijk in mee. D66 heeft dat proces in campagne en daarna, het duurde ook een beetje lang, maar ook daarna gesteund. En uiteindelijk hebben wij onze afweging gemaakt. Hoor ik de heer Pechtold hier zeggen dat Oekraïne uiteindelijk meegestemd heeft met de wijzigingen van de heer Rutte? Nee, meneer Baudet, anders hebben we dadelijk weer een of ander verhaal. Nee, ook de Oekraïne heeft moeten accepteren als partner met die, waren dat er toen al 28, zat Kroatië er al bij? Ja, met die 28 landen, dat dit de wijzigingen waren. En Oekraïne had daar verder natuurlijk geen instemmingsrecht, maar heeft naar mijn beste weten toen geaccepteerd dat dat de wijzigingen waren. De heer Baudet. Dat is niet zo. Oekraïne heeft op geen enkele manier ingestemd met welk inlegvelletje dan ook. Dus ik vind het heel belangrijk om daar hier gestand van te doen. Wat de heer Pechtold hier zegt is gewoon onjuist. Er zijn geen wijzigingen in het associatieverdrag aangebracht. De afspraken die in dat akkoord staan en alle vergaande implicatie dat heeft, die zijn onverkort doorgevoerd, ook al heeft de bevolking overtuigend nee gezegd. Hier hoor ik de heer Pechtold zeggen dat als het referendum bindend was geweest, hij er wel een voorstander was geweest, maar hij volgt zelf de wens van de bevolking niet op. Nee, voorzitter, nou halen we weer, maar in de geschiedenis van het referendum, die sinds de jaren 80 gevoerd wordt, wordt elke keer die verwarring gemaakt tussen correctief en raadgevend. En ik kan me goed voorstellen, dat dit ligt eigenlijk ook ter grondslag aan de problemen die we nu hebben ervaren, zeker ook de laatste keer, dat als mensen denken dat je door een stem, en dat is ook in het proces van die hele wetgeving gebeurd, ook voor grotendeels tegen de wens van mijn partij in, we gingen er steeds meer getallen in zetten, zoals de opkomst en het aantal handtekeningen wat nodig was, waardoor steeds meer het gevoel was, daarmee is het niet raadgevend, daarmee is het correctief. En dat beeld dat je dan dus bijvoorbeeld in dit geval waar de heer Baudet over spreekt, dat je dan over een verdrag wat je met 27 andere landen met een buurland van Europa sluit, dat je daar in je eentje nee tegen kan zeggen. Ja, die frustratie rond die stem heeft ons ertoe gebracht om te zeggen, dat willen we dus niet meer zo. De heer Baudet, tot slot op dit punt. Dus eigenlijk is het zo dat, hè, want de Tweede Kamer ratificeert ook, de Tweede Kamer zegt ook ja of nee tegen internationale verdragen. Dus eigenlijk is het zo dat de bevolking niet mag meebeslissen in uw ogen over zaken die op Europees niveau worden beslist. Ook al wordt er feitelijk bijna alles nu op Europees niveau beslist. U bent bezig de democratie gewoon af te schaffen. Nee hoor, meneer Baudet, voordat u hier rondliep hadden we ook al een Europese democratie. Die heet de Europese verkiezingen. Eén keer in de 5 jaar kunnen Nederlanders hun afvaardiging in het Europees parlement kiezen. Ze kunnen tussentijds, als zij vinden dat politieke partijen hier in de Kamer fout omgaan met hun mandaat wat ze ons als partijen geven, kunnen ze ons daarvoor straffen
of belonen. Dus dat is heel veel invloed in de directe democratie. Ook dus als het gaat om Europa. Dat dat beter kan. Wat ik zojuist zei, dat Europa wat dat betreft nog niet af is. Dat ik dat zie als een tussenstand in een lopend proces. Dat zijn we samen eens. En ik zie ernaar uit dat u dadelijk ook met die Europese verkiezingen gaat meedoen. Of dat u principieel zegt, dat wil ik niet. Want dat is natuurlijk misschien ook nog wel een kans. Bij Wilders is dat een beetje onduidelijk altijd. Ja, voorzitter, lastig om eigenlijk van zo'n ingewikkeld ethische kwestie terug te gaan naar het referendumdebat. Toch wil ik dat graag doen, omdat het namelijk een van de kroonjuwelen was van D66. En als ik kijk naar de intentie rondom die invoering van het raadgevend referendum, dan was dat vanuit de Democratische 66 om de bevolking meer te betrekken bij alles wat we hier besluiten en mee te laten denken. Wat bleek nadat wij dat raadgevend referendum kregen, was dat de bevolking het graag wilde hebben over Europese zaken. En wat zien we vervolgens is dat D66 zegt, ho, maar wij zijn zo voor dat Europese project, daar willen we niet dat de bevolking over spreekt. Dus laten we hier gewoon het beestje bij naam noemen. Democratie telt alleen als het gaat over de onderwerpen waar D66 het graag over wil hebben, maar niet als het gaat om het Europese project, want dat moet goed doorgaan. Dat kan toch niet anders dan de conclusie zijn van het feit dat ze nu die wet willen intrekken. Waren het niet, mevrouw Thieme, u leidt een jonge partij. Ik mag een partij leiden die inmiddels het 50-jarige bestaan heeft gevierd. Onze leden dit in ons verkiezingsprogramma hebben gezet, namelijk dat zij vinden dat referenda niet over internationale verdragen en zaken waar we dus niet in ons eentje over gaan, kunnen gaan. Maar voor de toekomst zie ik graag discussies met u en andere progressieve partijen tegemoet hoe we naar wat mij betreft teleurstellingen tot nu toe, en mijn partij heeft er wat dat betreft de afgelopen decennia vele geïncasseerd. We gaan moedig voorwaarts. Het proces van deze formatie is er één van. Het uit de grondwet halen van de burgemeester wordt een volgende. Maar ik ga graag met progressieve partijen in debat hoe we die relatie van representatieve democratie, gelardeerd met directe democratie, ook in deze eeuw weer verder gaan voortzetten. Mevrouw Thieme. Maar voorzitter, het was een kroonjuweel van D66. Dat een aantal leden, of de leden op het congres van D66 zeggen, nou, we willen liever niet dat de referenda gaan over Europa. Dat is prima, maar D66 heeft een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van die extra gecreëerde democratievorm. En kan dat niet zomaar terzijde schuiven? Zeker niet als je gaat samen regeren met partijen die sowieso niet zo van de referenda zijn. Dan kan het toch niet anders zo zijn dan dat iedereen hier begrijpt dat dit gewoon een vorm van uitruil ook was om die wet raadgevend referendum in te trekken. Voorzitter, zal ik mij bemoeien met de zaak in mijn partij? Dan doet mevrouw Thieme dat denk ik vol overtuiging voor haar partij. De leden van D66... En dit is voor het idee, want mensen roepen altijd, ja, vanaf 66 vinden jullie dat al. Nee, het is vanaf de jaren 80. Van Mierlo draait zich om. Nou, Van Mierlo had helemaal niets met referenda. Dus om maar even allemaal alles weer in perspectief te zetten. Wij hebben een zoektocht naar die directe democratie. We wilden het correctief referendum. Partijen als GroenLinks en PvdA hebben met ons op een gegeven moment gezegd, niet meer op deze manier. Ook na, ik kan me bij GroenLinks ook geloof ik, ook na een motie op een congres, een amendement. En dan handel je daarna. Dat was het einddoel. En het raadgevende was een tussenstap, maar was eigenlijk leek wel alsof het dat einddoel was geworden, doordat iedereen dacht, ja, maar ja, we hebben nu een opkomst en dan heb je een meerderheid en dan doen ze dus wat ze doen. En dat is nepdemocratie. Dat is niet wat wij wilden. En dus, naast de andere argumenten die ik zojuist noemde, was dat de reden om te zeggen, dan niet meer op deze manier. Voorzitter, erkent de heer Pechtold niet met mij dat als je deze wet, raadgevend referendum, niet afschaft, dat je daarmee de kloof tussen burger en politiek alleen nog maar verergert. Omdat ze al het idee hebben, en terecht, dat de politiek gewoon met de rug naar ze toe staat. Dat ook al is er een referendum, de politiek heeft daar lak aan en luistert niet naar ze. Nu dan ook nog eens een democratische partij zo'n wet, raadgevend referendum, meehelpt af te schaffen, dan ga je die vertrouwenscrisis toch alleen maar verdiepen. Dat zou je toch op zijn minst moeten erkennen, en dat we daar een groot probleem
probleem te pakken hebben. Ja, maar voorzitter, volgens mij is mijn bijdrage tot nu toe gegaan over hoe we op een transparante, maar ook zorgvuldige en op een serieuze manier proberen de democratie te vernieuwen. Mevrouw Thieme is het niet met mij eens. Ik leg uit het intern proces in mijn partij gedurende 50 jaar gevoerd. Ik leg uit hoe ook op het laatste congres, net zoals bij andere partijen, mensen het gevoel hadden dit werkt niet zo. Dat was eigenlijk al vooruitlopend op de hele evaluatie die we ook nog gaan krijgen. Ja, voorzitter, dan mag ik toch. Ik leid een andere partij van mevrouw Thieme, anders zouden we naar een fusie moeten. Dan mag ik toch namens mijn leden en mijn kiezers zeggen dat ik dus deze manier mislukt vind. Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb de laatste jaren heel veel mensen ben ik tegengekomen die zeiden, ik zou zo graag op die club van je stemmen. Maar dat gedoe over dat referendum, echt, dat kan echt niet meer. En dan legde ik uit dat ik prima vind dat mensen kritiek hebben op deze vorm, maar dat ik ze uitdag, en dat doe ik ons allemaal, om wel vormen te blijven zoeken hoe je dan wel die representatie en ook de directe democratie vormgeeft. Dat zijn de feiten. De heer Klaver. Dieren66 zou wel een mooie naam zijn voor de fusiepartij. Zeker, en dat wordt een geduchte tegenstander dan. Kom maar op. Ja. Laat ik nu een vraag stellen over het referendum. Specifiek over het referendum wat gehouden gaat worden over de sleepwet. Uw collega coalitiepartijen hebben al aangegeven, die wet komt er sowieso. En het maakt niet uit wat de uitkomst van het referendum is. En mijn vraag aan de heer Pechtold is, hoe staat de heer Pechtold daarin? Wij wachten het rustig af. We hebben vandaag geconstateerd dat de kiesraad heeft gezegd, er komt een referendum. Nou, hulde en felicitaties aan de initiatiefnemers. U heeft kunnen zien dat de minister van Binnenlandse Zaken een brief heeft geschreven waarin ze nog een aantal zaken verduidelijkt heeft rond de invoeringsdatum en de problemen die daar waren. En u heeft kunnen zien, dat is feit 3, dat we in het coalitieakkoord, en ik denk dat u weet welke partij daar onder andere achter zaten, een aantal afspraken hebben gemaakt om de bezwaren die in ieder geval bij D66 in Tweede en Eerste Kamer waren ten aanzien van de huidige wet, waarin die tegemoet zouden kunnen worden gekomen. Nou, dat was vlak voor de verkiezingen, hebben we dat uw partij, mijn partij, met vele amendementen geprobeerd. Wij zijn nooit tegen een wet op de inlichting en veiligheidsdiensten geweest. We zijn er nooit tegen geweest dat de diensten ook toegang hebben tot de nieuwe mogelijkheden waarmee mensen met name op het internet zaken kunnen voorbereiden voor terreur. En dat is de reden waar, als er dadelijk meer zekerheid over de evaluatietermijn komen en de toepassing van de wet, dan zullen wij ons oordeel definitief vormen. En in diezelfde periode loopt de campagne en daar gaan wij volop aan meedoen. En wat we daarna doen, ja voorzitter, dat staat open, maar ik heb daarvoor eerst nog 2-3 stappen te lopen. En dat vind ik in alle zaken wel zo zorgvuldig. Maar ik wil ook het verwachtingsmanagement wel doen, dat wij een aantal zaken in dat regeerakkoord hebben gezet, waarvan mijn overtuiging is, als die goed gebeuren, worden wij voorstander van de wet. De heer Klaver. Dus in het regeerakkoord, wat ik terugzie, is dat er een evaluatie is over 2 jaar. En voor de rest de uitleg die Plasterk voortdurend hier in de Tweede Kamer heeft gegeven aan deze wet over de waarborgen. Ik zie nog niks terug over de voorstellen die u en mijn partij inderdaad bij de behandeling hebben gedaan. Ik geloof al meer dan 30 amendementen zijn er ingediend. Ik ben blij dat u aangeeft dat we wachten het raadgevend referendum rustig af. Ik ben van een andere school dan sommigen hier aan de interruptiemicrofoon die zeggen, je moet dat altijd opvolgen. Hè? Als er nee wordt gezegd, dan zul je ook tegen deze wet moeten zijn. Maar wat ik wel zou willen, is dat de ruimte er is dat we dan kijken, oké, de kiezer heeft gesproken, die heeft gezegd, niet op deze manier. Deze wet zou dan ook aangepast kunnen worden. En wat ik zie gebeuren is dat de heer Wilders al heeft aangegeven zijn steun terug te trekken als mensen tegen het referendum stemmen. Dat betekent dat de stem van D66 hierin cruciaal wordt. Of die er wel of dat die er niet komt. En het zou mij een lief ding waard zijn als er in ieder geval de ruimte is bij D66 en hopelijk ook in de coalitie om met elkaar dan het gesprek aan te gaan. Wat waren de bezwaren van de tegenstanders? En op welke wijze zouden we dat in die wet kunnen vervatten, zodat er inderdaad wel een nieuwe wet komt? Want dat we de wetgeving moeten vernieuwen voor de inlichting en veiligheidsdiensten, ja, dat is helder. Voorzitter, en dit is nou precies waarom referenda uiteindelijk, en ik denk dat ik het mag zeggen, fout gaan. Namelijk een politiek debat over wat ga jij doen als het dadelijk zo is. En dan gaat het debat dus over of een partij draait. Want de PVV was voor en die lijkt nu, waarschijnlijk strategisch, tegen te gaan. En die doet dit en die doet dat. En wij gaan dan praten over wat we met de uitslag van een eventueel, nee in dit geval, met een referendum doen. Terwijl, als ik nou mag kiezen waar leg ik de zwaarte van het debat de komende weken en maanden op, dan is het A. Wat gaat de minister, trouwens 2 ministers, want ook mevrouw Bijleveld is daarbij betrokken, wat gaan die daarmee doen? Gaan ze ons verzekeren dat een eerdere evaluatie ook betekent dat snel
kinderziektes uit de wet kunnen worden gehaald. Kunnen ze ons waarborgen geven in lijn met amendementen die eerder zijn ingediend? Nou, dat gaan we zien. Daar zal hier vast onder specialisten nog wel een debat over zijn. Ik heb me er de afgelopen 7 maanden ook in mogen verdiepen. Ik kom al een heel eind. Maar dat zou ik de nadruk vinden. Want dan kan Nederland, want dat vind ik nou het moeilijke van deze discussie. Gaat het referendum door, ja of nee? Respecteren ze de uitslag, ja of nee? Ik denk dat Nederland wil weten, waarom was er zo'n grote meerderheid voor het instellen van die wet? En waarom waren er een paar partijen die zeiden, we hebben twijfels? En volgens mij willen ze die discussie graag horen. Wat in die wet is er nodig om aan de ene kant goed te zorgen dat wij het niveau van informatie van onze veiligheidsdiensten goed hebben? Want ik hoor wel eens dat begrip sleepwet. Ja, ik wil niet dat een hele wijk opeens wordt leeggesleept. Maar als onze militairen naar een land, Mali of Afghanistan gaan, en we moeten een hele regio goed bekijken, is het daar veilig? Nou, ik stuur geen man of vrouw die kant op als ik niet zeker weet dat daar, wat dat gebeurt vandaag de dag, Somalische piraten doen ook alles via de app, dat we zeker weten dat dingen goed geregeld zijn. Nou, die waarborgdiscussie, daar hebben we ook 7 maanden de tijd voor genomen, die moet ertoe leiden dat ik hoop dadelijk heel Nederland zegt, op deze manier is Nederland niet naïef, zijn onze veiligheidsdiensten op een goede manier geëquipeerd en zitten er een aantal rechters, oud-rechters geloof ik dat het zijn, die toezicht houden op dat het dan ook goed gebeurt. Zo regelen we dat in onze democratie. Tot slot. Ja? Het zijn eigenlijk heel veel woorden en ik probeer eruit te halen wat de heer Pechtold nou precies probeert te zeggen. Zegt hij hier nou eigenlijk, ik ben overtuigd van het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt? En dat gaan we de komende tijd ook aan de kiezer uitleggen hoe dat er dan precies uitziet. Hij heeft het over kinderziektes die eruit gehaald zouden moeten worden. De wet is nog niet eens in werking gesteld. Dus hoe gaan we die kinderziektes dan eruit halen? Hoe ga je ze tegenkomen? Ik had een hele concrete vraag. En dat is eigenlijk, als het nu dat raadgevend referendum, dat is er. Wat mij betreft het is een ja-nee vraag, maar het gaat uiteindelijk over een raad die aan het parlement wordt gegeven. En dat geeft ons als politici de verantwoordelijkheid om dat te wegen. Hoe gaan we daarmee om? Wat betekent dat? En ik vraag naar de ruimte die de heer Pechtold ziet, ja, voor aanpassingen op die wet. Ik kan me namelijk voorstellen dat de bezwaren die de heer Pechtold heeft nog steeds dezelfde zijn als die GroenLinks heeft. Wij waren namelijk als twee partijen hier in het parlement helemaal niet gekant tegen deze wet. Sterker nog, er moet een vernieuwing komen. Er waren een aantal kritiekpunten. Dit is precies waar de initiatiefnemers volgens mij ook op zitten. En mijn vraag is dus aan de heer Pechtold, ziet hij met dit referendum in de hand, heeft hij misschien wel een middel in handen om ervoor te zorgen dat die wijzigingen die wij toch wilden, dat die er komen na maart. En dat we er daarmee voor kunnen zorgen dat hier een betere wet ligt die op een breed draagvlak kan rekenen. Dat is mijn vraag. Voorzitter, ik vind dat voordat mensen naar de stembus gaan, het kabinet helder moet hebben over welke wet wij het überhaupt hebben. Dus zoiets als die termijn, nou dat is heel overzichtelijk. Ik wil gewoon dadelijk een brief van die ministers hebben waarin ze duidelijk maken hoe ze met de wet die nu voor ligt en de ideeën daarover in de coalitie besproken, hoe ze dat in de praktijk gaan uitwerken. Als dat compleet is, voorzitter, dan weet ik pas waar ik het over heb. Het is hetzelfde. Iedereen hier vindt pizza lekker, alleen de heer Klaver en ik hebben gezegd, nou we houden niet zo van pizza, maar nou zegt de rest, nou dit wordt een heerlijke pizza. En wij zeggen, nou laat hem dan eerst maar zien. Nou dat is met deze wet ook. Maar ik wil snappen wat de heer Pechtold nou bedoelt. Heeft hij het hier over dat er een brief komt met hoe de wet wordt uitgevoerd? Is dat waar het over gaat en niet over wijzigingsvoorstellen? Nee, het gaat om de toepassing van de wet, waardoor wij, en dat is dus onder andere de evaluatietermijn. En dat zullen twee ministers, die vandaag ook volgens mij een brief hebben geschreven over de invoeringstermijn, diezelfde twee, zullen dat op zich nemen. Dat wacht ik met alle rust af. Dan gaan we de inhoudelijke campagne stap voor stap. De heer Roemer. Voorzitter, over de referendum, daar wil ik nog even op doorgaan. Bij een goede referendum, dan probeer je als politiek ook de mensen te overtuigen waar ze voor of tegen kunnen stemmen. Met argumenten. En het siert u en uw partij uw partij als een van de weinigen zag bij een campagne voeren rondom het Oekraïne-referendum. Maar je geeft de mensen thuis wel de mogelijkheid om een beslissende, of in ieder geval in dit geval nog een adviserend advies mee te geven of voor mensen grote, belangrijke thema's die bijvoorbeeld niet eens in verkiezingsprogramma staan. En het lijkt er nu op, als ik de heer Pechtold hoor, dat het doordenderen in Europa belangrijker is dan mensen een correctieve stem te geven
als het gaat over bijvoorbeeld meer bevoegdheden overdragen naar Brussel. Als u zo overtuigd bent dat het moet gaan gebeuren, overtuigt dan de mensen waarom het goed is om het te gaan doen. En dan merkt u wel of iemand aan de andere kant campagne voert aan de andere kant. Maar wat u nu doet is, op Europa mag er geen referendum gehouden worden, want wij moeten doordenderen en we hebben niet het lef om de mensen, met de mensen in discussie te gaan over bijvoorbeeld soevereiniteitsoverdracht. Ja, maar voorzitter, nou doet, ik geloof dat ik met mevrouw Thieme zojuist overzichtelijk had gemaakt waar haar partij en mijn partij staan. Nou doet de heer Roemer alsof ik hier van standpunt ben veranderd voor of na de verkiezingen. Nee, ik geef aan dat voor de verkiezingen bij mijn partij, bij andere partijen, GroenLinks, meneer Klaver gaf dat zojuist ook aan, een debat is geweest, een democratisch debat is geweest, en de meerderheid van de leden zegt, wij willen deze aanpassing in een verkiezingsprogramma. Daarmee heb ik de kiezer opgezocht, dat wist iedereen die op D66 stemde, en dat heb ik nu uitgevoerd. Wat is nou het verwijt? De heer Roemer. Het verwijt is dat u eigenlijk continu als D66 probeert een beeld naar buiten te schetsen, alsof D66 een echt democratische partij zou zijn. En dat hij dus vooral mensen wil laten meenemen meneer in belangrijke beslissingen. Meneer Roemer, meneer Roemer. Ja. En dan gaat D66 met name op het meest essentiële, wat hier te sprake komt. Soevereiniteitsoverdracht naar Europa. Iets wat je altijd in de loop van de 4 jaar pas tegenkomt, gaan we meer soevereiniteit aan Brussel overdragen op welk terrein dan ook. Dat D66 dan zegt, en daarover willen wij de mensen niet bevragen, daarover willen wij niet discussiëren. Daarover willen wij geen referendum. En ik begrijp heel goed dat als u van uw congres een opdracht meekrijgt, dat u die hier uitvoert. Dank. Daar gaat het me niet om. Maar ik spreek u hier aan als partijleider van D66. Ja, en ik had gehoopt dat uw partij had overtuigd dat juist op een belangrijk thema als Europese integratie je de bevolking mee moet nemen. En niet verder van je moet vervreemden. Voorzitter, even inhoud en proces. D66 is een zeer pro-Europese partij. Maar dat betekent niet dat alles wat uit Europa komt, op alles wat er in Europa gebeurt, dat we dat goed vinden. Nu over democratie. Als we over partijdemocratie praten, dan kunnen we de SP en D66 nog wel eens een partijtje armpje drukken hoe dat geregeld is. Volgens, ik... Democratische Partij van Nederland. Ik lees wel eens wat anders. Dat is wat anders. De leden hebben bij ons... Nou, ik ga me niet verdedigen. Dat nee, ik ook niet. Ik ga me nog sterker verdedigen. Ik ben er niet bang voor om de kiezer iets voor te leggen als het om een grote wijziging gaat. Ik ben er niet bang voor om campagne te gaan voeren als het over soevereiniteitsoverdracht naar Brussel gaat. Ik ben er niet bang voor om de kiezers een correctieve uitspraak te laten doen als het over grote stelselwijzigingen gaat. En me daaraan te houden. Ik vind dat democratie dat hier in dit huis thuis hoort. En dat u gesiert als u uw eigen partij er ook van had overtuigd. En helaas is u dat niet gelukt. Voorzitter, mijn partij heeft een intern proces gehad. De heer Roemer, en laten we elkaar daarmee weer vinden na deze woordenwisseling, begon D66 te complimenteren dat wij bij referenda wel campagne voerden in tegenstelling tot anderen. Dus de kiezers weten met het verkiezingsprogramma van D66 en de campagnes die wij voeren precies waar wij voor staan. Tot slot. Tot slot, voorzitter. Ik hoop dat de heer Pechtold dan in ieder geval bereid is om in ieder geval binnen zijn eigen partij grote wijzigingen vanuit Europa om toch het lef te hebben om hier dan voor te gaan stellen om dergelijke grote veranderingen die iedereen in de samenleving aangaat als het hier gaat over zeggenschap, als het hier gaat over soevereiniteit, om die dan de mensen wel voor te gaan leggen. Dat samen met ons te gaan doen. Nou weten we namelijk één ding zeker. Als wij verder gaan met Europese integratie, dan doe je dat ook met de steun van de bevolking. En niet over de hoofden van de mensen heen. Voorzitter, de heer Roemer en ik zijn collega's. Ik heb mij te houden aan het verkiezingsprogramma van D66. En de komende 3,5-4 jaar ga ik daar niet aan tornen. Ik ga niet tegen een, omdat meneer Roemer mij dat vraagt, tegen een afspraak met mijn eigen leden en daarmee met mijn eigen kiezers in. Nee, want dat zou tegen mijn verkiezingsprogramma in zijn. Dus nee. Maar bij de Europese verkiezingen of bij andere verkiezingen kan men ook over onderwerpen ons wel of niet kiezen. En in 2019 of 20 zijn er Europese verkiezingen. Nou,
dan sta ik en staan de kandidaten voor het Europese parlement weer helemaal klaar om hun zetel te verdedigen.